In ieder geval iemand die betrokken is, warm is, die zich graag laat zien. Die zijn aanwezigheid belangrijk vindt. Dus ik probeer echt in de stad en in het dorp bij alle dingen aanwezig te zijn waar dat kan. Maar ook iemand die van aanpak houdt, die een beetje lef heeft. Die ook wil laten zien dat Doetinchem in de Achterhoek een prachtig gebied is. Dus ik ga ook voor deze stad en deze gemeente echt de boer op richting Den Haag en Brussel. Waarom Doetinchem? Ja, om allerlei redenen. Wat voor mij heel erg belangrijk was dat ik me ergens thuis moet voelen, goed moet voelen. En Doetinchem geeft me echt een klik. We zijn hier eigenlijk alle seizoenen geweest, van de zomer tot de winter, om te voelen en te ervaren. Dat voelde goed. En Doetinchem is natuurlijk een stad met ambitie. Er gebeurt hier wat. Samenhang met de Achterhoek, rol in de regio, vind ik heel erg belangrijk. En voor mijn eigen ontwikkeling en loopbaan en voor mijn gezin, denk ik een mooie kans. Doetinchem heeft een beetje moeilijke jaren gehad met burgemeesters Doetinchem. Wat weet u daarvan? Nou, niet alle ins en outs, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want wat er in het verleden is gebeurd, is voor mij niet zo interessant. Kijk, wat belangrijk is, is dat tegen mij is gezegd, we willen graag iemand die een periode volmaakt. En voor mij is dat ook heel belangrijk om dat te doen. Dus ik wil gewoon in ieder geval 6 jaar hier vooruit. We hebben inmiddels een huis gekocht in de binnenstad van Doetinchem. Dus we hebben er ook echt zin in. En die 6 jaar, dat is een mooie periode. En ik hoop voor Doetinchem en ik hoop voor mezelf dat het gewoon een gelukkig huwelijk wordt. Ja, sportief gezien bent u van afgelopen week ook al in Doetinchem geweest. Dan eigenlijk namens Lycurgus tegen Orion. Hoe was dat? Ja, wel bijzonder natuurlijk, omdat het de club is waar ik een paar jaar voorzitter ben geweest. Waar je heel veel tijd en energie en zaligheid in hebt gelegd. Speelt dan tegen de club die toch heel belangrijk is in je toekomstige gemeente. Mooi om mee te maken. Mooi oranje gekleurd. En ik denk, en dat vond iedereen eigenlijk ook wel een terechte winnaar, maar in dit geval Lycurgus. Ja, zit u dan toch anders op de tribune? Nou ja, kijk, je bent echt fan. Dus het is heel moeilijk om met de handrem op zo'n wedstrijd te beleven. Dus ik juich dan ook mee en dan ben ik ook enthousiast. Maar wat dan ook heel erg leuk is om te merken, dat na afloop de mensen van Orion ook gewoon je komen feliciteren. En no hard feelings. En zo moet het ook kunnen in de sport, want sport draait om sportiviteit. Wat mag Orion eigenlijk van volleybal-minded burgemeester verwachten? Nou, in ieder geval een hoop betrokkenheid. Ik heb de club natuurlijk de afgelopen paar jaar ook meegemaakt. 2 keer het landskampioenschap, de wedstrijd tegen elkaar gespeeld. Het zijn gewoon aardige en vriendelijke en betrokken mensen bij Orion. Orion is een hele mooie club. Hè. Een echte vereniging nog, kun je zeggen. Waar veel mensen bij spelen. Dus ik hoop het komende seizoen heel veel wedstrijden te zien en nog vaak te gast te zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor alle sportorganisaties, want daar ligt wel een groot deel van mijn interesse. Ja, ook bij de Graafschap is uw benoeming niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ik weet niet of u het mee heeft gekregen, maar een aantal supporters hebben u al een verzoek gedaan om het bier weer toe te staan op de tribune. Bent u daarmee bekend? Ja, dat verzoek heb ik begrepen. Maar ik geloof dat ik eerst maar eens even op mijn plek moet beginnen voor ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Ik heb geen hekel aan bier, dus dat scheelt. Maar ik moet eerst maar eens even kijken.